Duizenden PSV-fans zijn vannacht naar het stadion gekomen om hun team te feliciteren. De club won gisteren de KNVB-beker van Ajax. Het was een spannende wedstrijd die pas na de penalties werd beslist. We hebben deze hele week erop getraind en ik hoorde ook net van een speler van Ajax die zei dat ze er niet op hebben getraind. Dus ja, voor ons haal je de voordeel uit. Dit is voor altijd. Jongens die 80 zijn, over 60 jaar, die hebben deze prijs gewonnen. En die pakt niemand hun meer af en mij ook niet. Ja, we hebben de beker en hij gaat weer mee. De fans waren dan ook erg blij. Gewoon het maar verdiend, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk verdiend. Nou goed, we gaan dan weer terug naar huis toe. En dan gaan we eens eventjes de hele stad op zijn stel te zetten. Dat wordt helemaal geweldig. Diep in de nacht, hè? Brabantse nachten zijn lang, zeggen ze. Dus dat wordt een latertje. En voor het zoontje van PSV-verdediger Van Aanholt werd het ook een avond om nooit te vergeten.